girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hey mensen, welkom terug. Zoals je ziet, zijn we toegekomen bij de kinderen. Ook het, ondanks het slecht weer, zijn we er geraakt met een beetje stilstaan en een druk verkeer. En Lana en Tyson, wat hebben jullie gekregen van papa en Ashley? Ik heb deze papa gekregen. Ja. En dit. Wauw, Tyson, wat heb jij gekregen? Ik heb Hot Wheels gekregen. Dit, de banen, reserveauto's. Ah, is leuk hè? Ja. Ja, en wat moet je dan zeggen tegen Sinterklaas en Kerstman? Dank je. Dank u. Die zijn een beetje te laat, maar ze hebben nu die cadeautjes gegeven, hè? Ja. Dus wat zeggen we dan? Kerstman en Sinterklaas volgend jaar op tijd zijn, hè? Ja. Ja, hè? Ja. Ja. Bye-bye. Bye-bye. En, maar morgen ben ik bij mijn papa. Bij opa. Ja. En dan hou ik je bellen morgen. Hè? Ja. Ja. Lana is blij, ze. Lukt het? Ik wil dat nu al doen. Ja, nu. Een beetje wachten. Jawel. Nee, maar dan wanneer dat in elkaar gestoken is, we hebben niet veel tijd vandaag. Ja, maar een uurtje. Ja, spijtig, hè? Ja, maar dat duurt toch geen uur. Maar dan kunnen we wel ook op uitstap gaan met Loren. Ja, dus. Ja, zo een beetje naar... Stiekt is een beetje minst alweer weg, Tyson. De auto is een beetje weer wegsteken. Papa, wat hè? Met iemand lekker is het mooi? Ja. Ben je bij? Is het een mooi brunetje? Ja. Lijkt jou wel haar? Ik ben haar. Ja. En wie is de blonde? Ik weet niet. Een vriendinnetje van op school. Ja. Ja? Je zei al volwassen. Ja. Dus papa, mensen, ja. Je moet altijd op dezelfde plaats doen. Ja, ja. Hou dan maar, ik weet niet meer waar al die auto's zitten. Ik ben nog aan het filmen, Lana. En nu ga ik deze openmaken, maar die zit in mijn broek. Ja, maar doe dat samen met mijn begeleidster van de leefgroep. Hè? Wat? Dan is dat makkelijker. Toppie. Kijk haar haar. Wauw. Dat is mooi, hè? Ja. Papa, jouw schoenen zijn kleddernat. Een beetje, hè? Ja, het valt nog mee. Maar... En deze auto ben ik de mooiste. In het paars. Thuis. Mijn Lamborghini. Ja. En papa in deze. Is dat een Lamborghini die Lana vasthoudt? Ja. Weet je welke merk dat is? Nee. Een Nissan Skyline, GT-R. En ik ben ook de Lamborghini. Mijn lievelingskleur is blauw. Nee, wacht. Wat Lana, ik wil laten tonen? Lana. Nee, papa. Welke is dit? Dit? Deze is echt mooi. Ik denk eerder een McLaren. Zit er niet op? Een McLaren? Is dat een snelle auto? Ja. Hij is lekker. Ik kan met alle snelle auto's. En dit is mijn lievelingskleur. Ik weet zeker dat blauw is mijn lievelingskleur. Bij papa is dat blauw en rood. Ik weet zeker dat die ook snel is. Is die ook snel? Dat weet papa. Wat vind jullie van dat? Ik denk dat wel. Mooi. En broek en kappen. Mooi. Dit is jouw lievelingskleur. Ja, blauw en rood. En deze haar. Ik kan met deze spelen. Met alle snelle ga ik spelen. Ja, dus mensen, maar voor subiet gaan we nu afsluiten. Maar we zien elkaar strakjes terug. We moeten nog subiet met iemand afspreken. Een babbeltje doen, iets op ons maxke drinken. En dan gaan we ook op ons maxke nog wat opkruisen, eten maken. En dan tegen dan zal mijn madame thuis zijn. En we gaan dan ook nog vanavond livestreamen. Dus mensen, kom gerust een keer kijken. Vergeet zo niet te volgen op Twitch. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Oh my gosh, what?
En wat zeggen we dan? Daar zei deze. Nog een keertje. En tot de volgende video, mensen. Da-da! Hallo mensen, welkom terug. Bij deze gaan we de vlog van gisteren en van vandaag samenvoegen. We zijn nu op weg naar papa, want mijn madame heeft moeten werken vandaag. Het is de laatste dag, het is oudjaar vanavond. En we gaan het samen vieren met papa. Dus zoals je ziet, ik heb nog wat grief bij. Ja, we hebben een valies mee. Zo'n trolley, ken je dat wel. Omdat ik niet iets kleiner had. Maar mijn madame had ook nog grief nodig. En we hebben ook nog mijn camera grief mee. Zodanig dat we toch op ons gemak kunnen vertrekken. En dat is maar een kleintje. Dus we gaan nu op ons gemak gewoon richting Antwerpen. En ja, voor ons is dat iets speciaals, want vanaf 12 uur ben ik een jaar alcoholvrij. Dus ik ben al een jaar gestopt met drinken. Dus ik mag te zeggen dat ik daar trots op ben. En we zijn nu op weg naar het station. We gaan dat te voet doen, mensen. En dan kunnen we vandaar de trein naar Antwerpen pakken, richting papa. Ik heb gsm mee, ik heb oortjes mee, ik heb sleutels mee, ik heb alles mee wat ik moet mee hebben. Ik heb pendel mee, ik heb portemonnee mee, ja. Dus ik heb alles mee. Dus we gaan mooi op tijd vertrekken, dus, dat is wel belangrijk. En ik wens jullie al een fijne oudjaar, want die wanneer dat de vlog online komt, zal het al nieuwjaar zijn. Ik zeg sowieso, zijn voorzichtig. Waarom hangt er een briefje? Sleutels gevonden. En ja, we zijn nu onderweg. Omdat ik heb dat meegenomen omdat ik zeg dat het is makkelijk. Mijn baby heeft haar slaapgrief mee. En ja, ik ken dat wel. Er zitten nog cadeautjes in. En ja, we gaan nu op ons gemakske gewoon richting station. Sorry dat er veel wind is, maar ik moet nog kijken voor een goede micro. Dus dat gaat binnenkort wel komen. Dus maar mensen, ik zie jullie straks als ik aan het station ben. Bij mijn madame. Want ze heeft moeten werken en ze liep alweer een beetje gestrest en je kent dat wel. Hopelijk heeft ze een beetje een goede dag gehad. Maar ik zie jullie als ik aan het station ben. Dus mensen, tot later. Hey mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we toegekomen bij in Antwerpen bij Inge en mijn vader. Dus daar is mijn baby. Hoi. Daar is Inge. Joehoe. En daar is papa. Hey, daar. En gaan we niet in, hè? Ja, moet je niet inhouden. Je hebt nog drie flessen. Nee, ik kan maar niet inhouden. Je hebt nog drie flessen. Dus je hebt nog... Dat is voor jullie twee, hè? Dus en we zijn nu het aperitief halen. Ik toch niet. Yeah? En mensen, mijn das is voor de eerste keer gelukt. Het zelf gedaan? Ja. Met een beetje hulp van YouTube, maar... Met afkijken, maar... Kijk, je hoort het leren wees, kan ook mijn das niet stoppen. Er bestaan YouTube filmpjes voor te leren. Ik heb het zelf gedaan. Ik vind dat bijna altijd. Eén nee, moet me helpen, maar ik heb het zelf gedaan via YouTube. Ja. Gewoon een keer goed kijken, ja. Hoe dat ze het houden. Eén zag het kind en denkte van, is zo simpel. Ja. Ik kan dat niet zeggen. En we gaan hier ook straks allemaal samen aftellen, maar we gaan eerst een beetje aperitieven. We gaan een eerste ook nog en dan lekker eten. Hè? Dat is het belangrijkste, toch? Nee, dat is heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Maar al die alcohol moeten goed eten, hè? Flo, weer dan al. Nou, moet er wel zien. Dat ik met al die alcohol dat ze voorheen moeten eten, hè? Ja. Ik blijf even simpel, een soepje. En ik een colaatje. En een wijntje.
En jullie willen een blauwe en een rode. En een rode, hè? Ja, dat is een mannetje. Blauw is om af te slijten. En rood is om af te slijten. Ja. En rood is juist de kleur stop. Dus. Ik heb mij nog een half broodje verdroogd. Een pot koffie en een taart. Dat is wel, hè? Taart. Avocado is te koken. Die tijd kunnen we lang niet. Dat weet ik niet. Wel. We zien wel. Dus mensen, we gaan nu eerst een beetje bijpraten, een beetje kletsen. Daarachter gaan we ook cadeautjes geven. We hebben één cadeautje. Dus Loek is goed. Ja. We hebben ook een cadeautje voor Inge. Van papa, daar gaan we achteraf. Dat komt nog achter. Maar ik denk dat het cadeau dat wij hebben, dat ze alle twee kunnen gebruiken. Ja. We gaan niks zeggen. Nee, wij zeggen niets. Condooms. Hadden we niet nodig? Nee, condooms zijn niet nodig. Schat, het is wel online dat dat komt. Oh! Wie is er nu de? Nee, ik ben al. Ze heeft altijd de mannen die aan seks denken. Voilà. Maar waarom denkt u dat als ik aan het livestreamen ben, dat ik altijd bijzet 18 plus? Dat is raar, niet voor mij, hè? Nee, ik zit altijd in mijn streamtitel 18 plus, ja. Omdat we durven lol beginnen maken. Ja, maar ik doe dat bijna nooit knippen. Omdat ik zeg van, de mensen moeten zien waar dat de kwaliteit is en of dat... Hoe dat in de realiteit is. Hoe de realiteit is. En we gaan weer direct op de coastpack. Ja. Ja. Dus mensen, we gaan even eerst... Ja, maar ik ga klinken, ja. Mijn glas staat daar. Dus ik ga eerst mijn glas gaan halen. Why not? En zoals je ziet, ik drink cola, mensen. Ik drink cola. Ja, we gaan drinken op de Ghostpack, hè. Want de Ghostpack... Maar we gaan hier zitten vanaf. Want de Ghostpack gaat een goede 2023 tegemoet. Ja. Yeah. Op de Ghostpack. Op ons. Ja. Dus mensen, geniet ervan. Smakelijk, iedereen. Smakelijk. Ja, ik heb het op beelden, papa. Wat? Je zei Inge aan het bedriegen. Met de poes. Mijn natte poes. Natte poes, ja. Ja, natte poes. Maar Inge zit erbij, dus ze doet mee. Ja. De trio. Ja. Hi, babe. Ja, waar zijn die cadeautjes nu? Daar ligt Inge haar cadeau, maar waar zijn die van ons? Hè, ja, waar zoomen dat het ligt? Allee, het was een speurtocht, of wat? Ja, dat is echt... Zoektocht! Een zoektocht. Zoek de cadeautjes. Warm, zoek de cadeautjes. Warm, koud, zoek warm. De cadeautjes. Kleine, waar zijn de cadeautjes? Voor wie jij allemaal cadeautjes? Voor mijn zoon. Maar jij bent niet die jongen. Dus nee, dat cadeautjes hadden voor iemand anders zouden. Dan moet ik dan daar mijn kindjes geven. Oh, die zullen blij zijn met die cadeautjes dan. Oh, mij. De arme kindjes. Zij zijn toch niet arm? Je moet niet denken naar een kindje, hè. Nee? Niet, hè? Zeker niet arm. Nee. Hier, die kleine hier. Kijk, die kleine. Nee, die is die arm. Klein arm. Dit is mijn zeker. Ja, dat is ja. Van nu. Nog even. Hier, die kat gaat beginnen een bier drinken. Kijk, die kat gaat bier drinken. Kijk. De? Ik ga zijn bier drinken! Ik heb het op beeld. Poes! Ze biedt een beetje wappel. Ik heb niet gewoon groot gebracht. Straks is ze zigzagge poes, hè. Het is zo. Oh my god. Inge, dat is al voor jou. Dat is voor jou. Ah! Kijk, ik krijg het op de eerste meter. Ah. Ja, ik denk dat je het wel moet omgekeerd doen. Ah. Ja. Ik heb iets verkeerd ingepakt. Ja. Zwaar verpakking, hè? Ja. Dat is heel voorzichtig open. Ja, ik ben niet van... Pa, het is ook een beetje voor jou, hè? Samen met Inge. Ja, ik
Ja, maar ik ben met mijn ander poes bezig. Nu? Stort. Oei, weg, weg, weg. Ja, woorden. Het is heel chic. Voor een bad. We moeten wel een bad moeten plassen. In de douche. Mag je dat ook doen, ja? Hè? Ja. Mm-hmm. Tuurlijk, het is van u, hè? Het was een gratis kaarsje bij. Om het gezellig te maken. Dat zit je wel mee. Allee, met drie zitten ze in de plastic op die loof, hè? Ja, meestal lopen. Ja, meestal lopen. Ah, plek. Zie. Ik ben weer van mijn vingers overal in. 18 plus. Ja. Ja, pap, moet je niet weer te plus. Ja. Dan hoor ik er wel niet bij, hè. Als je loskomt. Ah nee, dat is hij onder de 22. Ja, dat mag niet. Met 20. Oh. Nee, nee, geef genoeg bier mee. Moet ik zeggen. Met een kaarsje erbij. Misschien. En dat bakje kan ook voor gebruik voor je niet in te steken. Mm. Hmm. Maar neem ik een rip als je dat straks zegt, is. Maar is dat boos? Niet voor mij, zeg. Dat hebben we goed gekozen, hè, babe. Ja, was dat beslist? Eigenlijk was het idee van mijn madame daar, hè. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Kom. Zoenen, hè. Ja, tuurlijk, hè. Mm-hmm. Merciekes. Graag gedaan. Mm-hmm. Merciekes. Ik was zo beter. Nee. 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 Ja. Dat is origineel. Gewoon nu het papier gebruiken voor duwen in te pakken. Origineel. Origineel, origineel. Ja, maar ik was zo beter. Nee, nee. Ik mag niet meer gaan zitten papier. Nee, maar zijn ze toch? Nee, ik pak normaal alle jaren. Ik vind dat speciaal. Ik pak normaal alle jaren mijn pakjes met gaan zitten papier. Ik vind dat origineel. Het is origineel, ja. Voilà. En ik vond dat niet van haar. Ik schrijf dus met wc-papier, man. Nee, maar ik was aan het kijken, ik had zo verschillende in mijn handen. Maar ik had eerst een in mijn handen, maar met zo'n dekertje, extra dekertje erbij. En ja, toen zag ik dat. En dat was... Dat was degene die zei van, deze moeten we meedoen. Dus we weten... Heb je dat van James al gevonden, schat? No reaction. Dat past hem toch maar alleen al. Van James is al ingekocht. De tot alleen al, hè. Zij er met plastic gaan lopen? Jij bent met plastic gaan lopen? Dat lijkt aan die hal. Ja, wel. Het was serieus en waar, hè. En die zijn ook zo'n kiepsopje dan. Ik kan me wegsteken. We hebben hier anders van lampjes. Wel, dus een verhaaltje. Zeg ze tegen mij, ik wil lichtjes in mijn kerstboom. En ze pakt je een rol op, die witte rol. Zit maar even 27 meter lichtjes op. Dus ik heb een kerstboom. En dan hebben we het plafond meegedaan. Ja, waarom niet? Krijg je dat niet in een kerstboom, 27 meter. Dat is zo. En ik had daar rooilampjes, dus ik kijk daar rooilampjes. En wat dacht dat ik gemaakt heb met die vaas? Ah ja, ja. Dank je. Dat is wel mooi. We zijn inspiratie aan het opdoen voor volgend jaar, babe. Ja. We hebben normaal best een vaas voor ook een kerstboom te zetten, maar ik heb gedaan. Ja. Goed in, hè? Dat is wel alsjeblieft, hè. De cadeautjes voor mij, madame. Ja, maar dan doe je. Weet het maar op, hè. Ja, zijn dat je zo niet is valt, hè. Oeh, chocolatjes. Ja, het is goed. Ja, de witte was van James, geloof ik. Dat is al witte, hè. Heb je dat niet gezegd, van de witte was van James? Ja, tuurlijk. Dat totje. Dat is van mij niet van mij, ja. Van witte chocolade. Ja, ja, tuurlijk. En dat goed, nog nee, dan zit dat niet allemaal witte, babe. Ik heb dat moeten doen op die geval vroeger, die doosjes. Ja, dus ik weet wat er allemaal in zit. Hé, hey, doe maar een pakketje. Ja. Inge. Slim. Je vertrouwt dat niet, hè? Had ik zo. Nee. Ik was iets van zien hoe ik. Ja, zuster ook. Ik heb dat in de winkel gedaan.
Per ongeluk. Zeg ze allemaal. Zat spas in ieder moment. Nee, dat is allemaal fles te ontrieken. Ik zit op een lukje in de nacht en ik doe eens... Volgend jaar ga ik haar hebben. Maar daar heb je heel plezier aan. In de nacht, hè. En dan zo... Ik heb geen zakdoek. Volgend jaar gaat dat niet zo zijn, maar ga je heel plezier aan. Mijn zuster was de baby die van vaar genoeg werd. Zo zat ik er. Je hebt een zakdoek. Zo een witte neus. En wat heb je gekregen, baby, toen een keer? Ja, de achterkant ben ik niets mee. Wauw, wat is dat? Sour gel. Ah, douche gel. Allemaal verschillende soorten. Ja, allemaal verschillende. We moeten ze zelf uitproberen, hè. Wij kunnen dat niet verreden. Want we zijn niet tuurlijk gesleept. Ik heb dat wel doen, hè. Ja. Dat je wel veel hebt te weten. En nu heb je nog iets voorzien. Oh nee, dat vind ik... Oh, dat vind ik niet. Ja, ik weet wel dat stuk. Ik zou dit staan hier. Ja, nu ga je helemaal filmen, Bip. Van mijn reactie. Hier, ik ga hem ook een pakje geven. Zo'n vader op zoon, hè? Ja. Allee, zoon. Alsjeblieft. Alsjeblieft, jongen. Dank je, papa. Cadeautje in een cadeautje. Cadeautje in een cadeautje. Je ziet niet veel, hè? Cadeautje in een cadeautje. Ja, cadeautje in een cadeautje. Ah, van met een baard. Ja. Niet alleen voor de baard. Het is ook een sleutelhanger. Ah, een open dunder en een sleutelhanger. Ja, en voor een baard. Maar nu is het klein cadeautje. Hmm. Vliegend konijn. Mm-hmm. Ja, dat is een vliegend konijn. Lukt het? De gram. Goed gekozen. Amai, dat lijkt goed. Ja, dat lijkt een mooie groep te brengen. En nog een mandje. Oh, dat is mooi. Zit er een briefje bij of niet? Oh, normaal wel. Normaal wel. Ja. Ja? Ja. Een appetit. Een appetit of zoiets. Ja. Kleur heel blauw. Groen bevordert zelfstandigheid, doelgerichtheid, innerlijkheid, wijsheid, zelfverzekerdheid. Ontwikkelt psychische gaven en spirituele afstamming, stimuleert creativiteit, sociale flair en levendigheid, ondersteunt je om je gevoelens te beter te kunnen uiten, verzacht verdriet, woede, prikkelbaarheid en empathie, ondersteunende bij autisme. Nu kun je het vertalen. Dan lag je die vitrinekast. Ik ben er binnenkomen, rechts is naar die naam, want ik heb zelf voor James. Dat is het bandje. Ja. Bovenste. Mm-hmm. I'm a happy boy. Dank je. Ze is alles eruit aan het halen. Je kunt dat kartonnetje eraf halen, hè. Inge, dankjewel. Mwah. Kosten, ja, wat moet je gewoon kopen? Zijn we gewoon een keer kijken, hoor. Ja, wel eens in dag dat ik met u gebabbeld heb, dat ze mij zelfs vertelde heeft van... Mag ik het dat er allemaal bij in de hoogte. Ja. Dat direct staat, ik zal die vertreding afspreken. Ja. En dan lag vanaf, het zijn tiende moeken. Ja. Dus lijkt dat ik had heb op de kerstmarkt, hè, babe, met die tijger. Ik kan dat niet meer klappen. Tijger ook. Dank u. Dan, ik had dat er ook, dat direct dat gevoel, ik moet dat hebben. Mijn tijger ook is goed, hè. Dus. Ja, ik moet het hebben. Dus mensen, zoals je ziet, hebben jullie mijn cadeautjes gezien. Ik ga ze biedt bij het aftellen, ga ik het ook nog een keer filmen. Maar voor nu, zien we elkaar. Tot later. We zijn terug mensen en we wensen jullie een gelukkig nieuwjaar. We gaan kijken of we vuurwerk kunnen zien buiten. Ik kom zo.
Nee, maar we horen het wel super. Er zijn mensen die wel buiten staan. Ja. Gelukkig nieuwjaar, baby. Gelukkig nieuwjaar, baby. Nee, daarvoor moeten we echt buiten staan. Ja, kijk. We zien niets, hè? Nee. Je moet door de dakvensters gaan zien. Ja. Ja, maar dat is niet zo belangrijk. Dat is niet zo belangrijk. Maar mensen, nee, wij wensen je van harte een gelukkig nieuwjaar. Ja. Van ons allemaal. Ja. Wips en de krachten. Goeie gezondheid. Ja. Oh, en ja, veel geluk. Dus we wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. En iedereen een goede gezondheid. Niet te zat. En zijn voorzichtig als niet jullie... te zat, waarom niet? En als jullie vuurwerk afschieten, zijn voorzichtig mensen. En let op voor de huisdieren. Ja. Want de dieren zijn er wel bang van. Ja. Dus mensen, wij gaan sowieso morgen verder een vlogje afwerken. Maar nu voor deze avond gaan we het afsluiten. We gaan nog een beetje genieten, een beetje bijbabbelen. En we gaan gewoon relaxen. Ja. En voor ons is het een rustige moment. Maar het belangrijkste is dat we een nieuw jaar gestart zijn. En ook uit namens van de Ghost Pack wens ik jullie een fijne... goede gezondheid en wat jullie al jullie hartjes mogen, al jullie wensen wonen. Ja. Ja. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren op deze kanaal. En wat zeggen we dan? See you. Doei. Dag. Later. Doei. 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 Doei.